En leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Vandaag is het Feyenoord PSV. En ik ben samen met de enige echte Ramonski. En we gaan even oversteken. En het is Feyenoord PSV. Ik heb, ik heb er wel hoop in. Ik heb er wel vertrouwen in. We moeten gewoon winnen vanavond, vandaag, van die boeren. En we gaan nou even mijn passie pakken. Oh, ik heb weer. Oh, staan er wat dingen open. Zo. En dan gaan we de metro in, jongens. Dan gaan we kijken wat het vanavond vandaag wordt. Ik zeg elke keer vanavond. Vanmiddag. Ja, het is vanmiddag inderdaad. Ja, het is ook al op. Ik heb passie. Zo. Hoppa. We hebben inderdaad vol passie tegen de rug. En en dan gaan we het wel zien vandaag, jongens. Ja, we hopen op ik ben reuze benieuwd. Passie erin, passie eruit. Ja, we hopen wel inderdaad dat het zal lukken. Ja, toch? Als het weer anders gaat lopen, dan weet ik het niet. Maar ik hoop liever dat het weer. Ja. Nou, ik ga hem heel even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we zijn weer bij het stadion. Ramon, wat denk jij ervan? Nee, ik hoop op een 4-0. 4-0 voor Feyenoord. Ja, dat is ook een hele goede cijfer om op te noemen. Misschien wel 4-0. 4-0. Ja, dat is zou mooi wezen. Ja. Nou, ik denk het niet. Nee, we zien het al. Ja, we gaan een beetje nou, inmiddels. Oh, zo. Is het welkomstcomité in strook al? Om paarden. Dat is ook even niet. We gaan maar eens even kijken, even wachten. Hup. Nou, Nico Talek. Spelersbus is er nog niet, volgens mij. Nico Talek. Nico Talek, die klopt de klappers, hè. Ja, kom maar dadelijk, hè. Dus het is nog even wachten en mee bussie. We gaan wel even zien zo. Het is wel koud, hier ook. Tot en met de stoep. Tot en met de stoep. Hoe je weer weggestuurd. Ramon! Ik ga eens even mijn pijp opsteken. Goed. Het lied van Feyenoord! Op de dood! Dat is een PSV. Oh, die rare lui. Die rare lui. Deze is de meeste spits geweest. Ja. Deze is de meeste spits. Ja. En dat is de bijkeer.
Zo, en ik ben weer thuis en zo zit je in de Kuip en zo is het zondagavond 10:30. Ongeveer, ja, 10:30. Ik ben helemaal vergeten een outro op te nemen, een eindstukje ben ik vergeten op te nemen. Ja, jullie weten, de uitslag 1-3 voor PSV was echt, het was zeer slecht. Slechte wedstrijd, een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. En eigenlijk was deze wedstrijd het hele seizoen van Feyenoord zoals ze al het hele seizoen zijn. Het was gewoon bar en bar slecht. Daarom ook dus weer heel weinig videomateriaal. Want ja, ik kan wel de hele wedstrijd laten zien, maar het was gewoon zo ontzettend slecht dat ik jullie dit niet wil aandoen. En van Feyenoord kant is dit weer een bar slechte wedstrijd geweest. Ik weet niet wat hoe het nog langer aan moet blijven met Giovanni van Bronckhorst. Want het is zo ontzettend slecht. Dus, maar we gaan het allemaal wel zien. We gaan het allemaal wel meemaken. Aanstaande woensdag is er weer een nieuwe wedstrijd. Daar ga ik niet naartoe. Dat is Feyenoord Willem II voor de beker. En die wedstrijd die ga ik thuis kijken. Dus die zullen jullie helaas niet op het kanaal zien. Maar ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Ondanks deze slechte wanprestatie van Feyenoord. Doe even een duimpje omhoog voor mij, voor deze vlog. Ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.